plassen. We zijn terug thuis. De reden dat ik niet veel heb kunnen vloggen is omdat ik mijn... Postbode. Is omdat ik mijn laptoplader niet bij had, dus ik kon mijn SD-kaarten niet leegmaken. Heel ambetant. Maar dus vanaf vandaag, het is dinsdag, terug in België. En nu is het gewoon terug back to business. Daily vloggen, geen pauze. We gaan ervoor. Het is een nacht om 2:30 aangekomen. In 1 keer doorgereden. Om 5:00 zaten we nog op de apres-ski op de piste. En om 2:30 deze nacht was ik thuis. Lekker geslapen en nu gewoon de bus opruimen. Na de bus op te ruimen ga ik even naar de winkel, want mijn gsm is dan begeven. Heb ik een verzekering op, dus moet ik even regelen. Dan foto's editen, wat facturen regelen en zo van die dingen. Allemaal van die kleine zaken. Auto wassen, want die is heel vuil. Dus ja, ik neem jullie weer mee. Let's go. Oei, 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 oei. Dus, ik heb alles uitgeladen en nu moet ik hier beginnen. Wai. Ik ga dit straks doen. Ik ga mijn computer opladen. Ik ga dan direct naar de winkel, naar de bank, naar Senne. SD-kaarten meenemen. Auto afspuiten. Druk. Oké, let's go. Hier is de Senne. Oh, wat zijn we aan het doen, Senne? Beelden erover zetten van Oostenrijk. Oei! Hoeveel gigabyte is dat? Ik denk wel 50 of zo niet. Dus ja, online ging dat veel te lang duren, dus het wordt wel mooi hoor. Heel mooi. Zo fijn. De mannen kunnen gaan promotie doen. Alle leerkrachten rondgaan. Ja, eigenlijk op school kan ik ook promovideo's komen maken. Hè? Video's maken voor school, hè? Zo, om een richting, om een richting te gaan doen. Dan zo die richting in beeld brengen. Nee, is goed. Ik ga door, want zelfs is de winkel toe. Goed. Yo. Ciao. Voilà, ze zijn nu onderweg naar de OVA. Senna was net thuis, omdat die bestanden waren zodanig groot. En ik moest hem nog betalen voor iets. Oh nee, hier is file. Oh, draaien. Ik ga niet in de file staan. Nu ja. Aangezien ik dus om ben gereden en nog altijd in de file sta, zal ik maar wat zeveren en uitleggen. Gisteren nacht, om 2:30 thuis gekomen, vandaag uitgepakt. Nu allemaal kleine taken aan het doen. Straks ga ik ook nog nieuwe jobs vinden, want ik heb momenteel even niks opstaan. Morgen ga ik wandelen. Morgen ga ik eigenlijk even een dag weekend pakken. Ga ik wandelen naar Denne met Joris. Dat is de eigenaar van een hostel in Frankrijk, of mede-eigenaar. En dat is eigenlijk een goede vriend geworden deze zomer. Ik heb hem al lang niet gezien. En ja, die is nu even in de buurt. Dus gaan we wandelen. Even een dag weekend pakken, want het skiles geven de eerste keer was heel interessant. Ook wel heel vermoeiend. Super plezant. En het plezantste is dat ik berichtjes heb gekregen van die mannen. Dat ze mij eeuwig dankbaar zijn. Dat ik hun dat heb kunnen aanleren, het begin daarvan. En dat vind ik echt fantastisch. Daar zou ik nu voor terug naar Oostenrijk rijden. Gewoon omdat ik dat zo zalig vind. Ah. Die kan ik ook nog sturen. Gisteren het kaartje van de school, de skischool Michi. Dat heb ik hier ook ergens gelegd in mijn deur. Die kan ik nog sturen, kan ik misschien daar nog wat gaan lesgeven. Zo gaan we van het een naar het andere avontuur. Heerlijk toch? Buiten dit is echt heel ambetant. Terwijl dat ik in de file sta, kun ik even goed zo goed reels maken. Dus ja, kwestie van productief te zijn en er het beste van te maken. Voilà, dat is aan het delen. Die reels is gemaakt. Ondertussen ben ik naar de OVA gereden, want mijn gsm die tript soms nogal erg. En daar ben ik helemaal klaar mee, want die is nog maar 1/2 jaar oud. En ja, daar betaal ik gewoon te veel voor. Dus we gaan hier even kijken wat ze eraan kunnen doen. Ik hoop een nieuwe, want ja, ik betaal verzekering. Dus ja, maar is gewoon 64 gigabyte Sony. Standaard toestel voor Android, maar van Sony dan. Ja, misschien ligt thuis nog een iPhone erin. Ja, maar ik zou toch sowieso... Maak eerst een backup hè, voordat je hem binnenbrengt, want anders dan gaat je... Ja, dan moet ik morgen even terugkomen. Ja, dan. Kom maar. Maak een backup. Maar die is sowieso 2 weken weg, want dan mag ik naar buitenland. Ja, dat was niet nice, hè. Je moet opgestuurd worden, 2 weken gsm weg. Ik word er ziek van, joh, van die gsm's. Dikke nest. Goed, nu auto wassen. Chip. Even een bodemwas gedaan. Want al dat zout van Oostenrijk, dat is niet goed. Voilà, kunnen we er weer tegen. Let's go! Denk legit, hè, maat. Als we ons daarop focussen en ik nog een paar goede contacten bij elkaar krijg,
denk misschien in 2023 gewoon, ja, dat je gewoon kunt werken of zo voor mij. Ja, daarom. Gaat dat niet al veel sneller? Maar op zich vind ik dat ook wel... Soms vind ik het gewoon ook leuk om gewoon eerder iets te vertellen tegen de camera. En dat mensen gewoon kunnen luisteren, ook al zit ik op een stoel. Goeie, ik ga iets eten, ik ga binnen gaan. En dan ga ik werken en opruimen boven, want mijn camera dat is gestort. Hoppa, freelancer.be. Weer alle vacatures aan het invullen. Ik ben echt moe. Ik ga nog even doordoen hier. Ik ga niet meer echt productief zijn vandaag, denk ik. Maar ik ga nog wat uploaden, die reel die ik gedaan heb op gsm. Op... Wat noemt dat naast nu weer al? Ah ja, ik ga die reel van Instagram nog even uploaden op TikTok. Ik ga op Facebook nog even wat dingen uploaden van de laatste twee projecten dat we gedaan hebben. Ik een fotoproject voor de Square in Hasselt. Facebook, LinkedIn ga ik dat uploaden. En dan nog een video die Sen heeft geëdit, ook voor metaforen uit. Die ga ik even delen. En dan ga ik ermee stoppen, want ik ben toch niet productief. Dan ga ik gewoon even in de zetel zitten en rusten. Dus vandaag waarschijnlijk weer een video van een minuut of twee. Het spijt mij. Ik ga proberen morgen veel meer te filmen. Ik ga met Joris wandelen. Zelfs nog even een paar dingen opschrijven die ik zeker moet meenemen. Ga SD-kaarten leegmaken, de vlog erin zetten. Moet ik ook nog allemaal doen. Yes.